Ja, je er geen zin meer in. Hallo, ik ben Rick. Dit is Verona. En dan ga ik haar vandaag een beetje vertellen over mezelf. Een beetje heel erg egoïstisch zeggen we dan maar altijd, maar... Ik ben Rick, 18 jaar. Ik heb 3 keer op een paard gezeten. En vanwege hart van paarden, dat gaat hoog. En Verona natuurlijk, die erg enthousiast is natuurlijk, ben ik vandaag van plan om te gaan paardrijden. Toch Verona? Heb je er ook een beetje zin in? Verona denkt alleen maar, ik wil snoepjes. Ik zit 5 haven hoog. Ja. Ik ga naar de Hogeschool Rotterdam. Ga ik informatica studeren. Ik ben de broer van Tessa. Yes, hallo, nee. Ja, nee, ik heb niet zoveel over mezelf vertellen. Nou, je kan wel vertellen dat je vandaag voor het eerst heb je paardrijkleding aan. Ja, nee, echt. Je kan op Instagram zien, Hart voor Paarden, staat hieronder. Kun je mij zien in een paardrijbroek mezelf te hijsen. En dat is een hele ervaring. Dat is bijzonder. Ik snap echt niet hoe al die paardrijmeisjes dat aankrijgen. Ik 10 punten voor inzet. Ja. Vandaag staat op mijn programma dat ik Verona ga fietsen. En dan moet ik wel vertellen, dat heb ik nog nooit gedaan. Helemaal nog nooit. Dus dat is mijn succes. Oké, we pakken eerst het halster. Weet je al wat halster is? Ik gok dat dat hem is. Maar aan jouw reactie te zien is dat hem niet. Dus dan ga ik stiekem uit dat dat is. Is dit hem? Dat is hem. Oké, Verona. Je moet even meewerken. Corona werkt altijd mee. Nee, niet opeten. Daar gaat ie. Ik ga even aan de andere kant staan, want Amara die heeft zout nodig. Help? Kan je het een beetje... Als ik nou... Oh, waarom moet hij zo? Corona. Kom eens hier. Zo, hier moet het zo. Dat past niet. Ook niet. Jeetje, en jij moet informatica gaan studeren. Je kan niet eens zien hoe je een halster om moet doen. Waar moet dit dat ding in dan? Dat is voor de neus. Voor de neus? Ja, maar dat andere stuk is voor de oren. Dus eerst. Oh, wow. Zo heb je hem goed. Maar dan zou ik hem omdraaien, want we hebben hem nu achterstevoren. Zo. Ja. Okay. Dan doe je hem eerst onder neus en dan onder oren. Juist. Zo, en die andere. Oh, dan maak je hem vast. Nee, je moet hem wel goed doen, hij zit nu niet goed. En niet gedraaid. Hij zit hier gedraaid, daar. Oh. Kijk. Oh, bijna Verona. Daar hebben we Kim. Kim heeft op het doek gereden. Ging goed? Ja. Rick is bezig om halster om te doen. Kun je vertellen? Het duurt nogal lang. Oké, Verona. Kun je er even gewoon langs doen? Ja, graag. Goed zo. Het is wel geen teamwork, hè? Dat je gaan eten. Zak is die kapot. Zo paardproof. Deze tijl is Henja gewend. Oh, oké. Zeker weten. Oh ja, weet je het? Ik ben het niet meer zeker van. Oh, je hebt me kapot gemaakt. Ja, verrassend. Het gaat maar weer, ja, verzekering. Alweer. Scheur in bodem. Ja, dat dacht ik al. Sloopert. Er hoeft niks nats in, dus het is wel. Ah, dat scheelt. We overleven het wel. Zo, nou, ga maar. Ga maar wat. Je mag dat touwtje dat je nu in je handen hebt, mag je aan het halster bevestigen. Aan het onderste ringetje. Onderste ringetje, hallo. Oké. Dan mag ze eruit. Kom maar. Hier gaan we. Zo, ho. En dan mag ze tussen die gele dingen vastgezet worden. Dan moeten we even, hallo, achteruit. Het zal vast een goede naam hebben, maar die weet ik niet. Ja, wij noemen het... Touwen? Ja, touwen. Ja, maar ze mag niet te dicht tegen Gamble aan. Nee, hallo. Ook. Zo. Dan
maar dit is ook wel vast. En dit. Wacht even hoor, we gaan even kijken. Zo. Zo. Dit is nee, niet doen dan. Kijk, hij zit vast. Keurig. Nou, andere kant. Heeft een andere sluiting. Andere? Ja, oefening nummer 2. Okay. Je hebt wel goed opgelet, want je weet wel aan welke ringetjes ze moeten. Ja, ik weet het wel. Oké, okay, mag de touw eraf. Hallo, ik ben niet om op te eten. En dan mag je nu eerst de hoeven gaan krabben. Die er anders over denken. Je mag de hoeven uit gaan krabben. Hoeven gaan uitkrabben? Ja. De hoevenkrabber hangt aan de stal. Oh. En dan mag je alle vier de hoefjes mag je optillen en helemaal schoonmaken. Hoe doe ik dat? Nou, met die hoevenkrabber. Je moet andersom gaan. Ik ga even voordoen. Hier, vast. Je gaat altijd naast het paard staan. Ja. Dan doe je timmervoetje. Braaf. En hier de hele hoef. Dan heb je hier de hoevenkrabber. En hier zit de straal, dat is een driehoekje. En langs dat driehoekje ga je alle rotzooi weghalen. Uitborstelen. Niet doen, je hebt nog laarzen aan nu. Zo, alles netjes. Schoon. Is goed zo. En dus ook van achter hoefijzers mag hier ook niks meer zitten. Zo. Ja? Oké. Okay. Nou, dan zet je hem weer neer. En dan ga jij doen. Doe eerst maar de voorhoef, dat is makkelijker. Aan de andere kant. Oké, okay, dan moet ik even... Ruim om haar heen lopen. Nou ja, zo ruim hoeft dan ook weer niet. Oké, okay, dan ga je... En dan de andere kant. En dan? Omdraaien. Dan leg je... Heel goed. En dan driehoekje. Zo. Zo. Dan... Nee, dat... Ja, ga maar door. Nee, oh. Je bent nog niet klaar. Kom maar. En dan dit ook zo borstelen. Oh, dit is het een beetje harder doen. Harder borstelen. Nee, borstelen moet harder. Zo. Oké. Okay. Voor de eerste keer. Kan wel. Zo? Ja hoor. Volgende hoef. Goed gedaan. Moet die anders of niet? Nee, precies hetzelfde. Ze heeft haar voet al bijna omhoog. Oh. Vasthouden, goed vasthouden. Ze gaat er vandoor. Nee, ze gaat er niet vandoor. Til maar op. Trek hem maar een beetje naar achter toe. En dan leg je hem op je knie, dat is makkelijker. Zal ik het voordoen? Ja. Hier, hou maar vast. Hij doet het niet. Ja, ze doet het wel. Hier. Nu zeg ik. Ja? Ja. Voetje. Je tilt hem op, zo. Dan doe je hem even iets naar achteren, leg je hem op je been. En dan kan je deze ook gewoon uitkrabben. Ik vind het fantastisch. Zo. Nou jij die andere. Nou, net na de prachtige voorbeeld te zien doen we zo. Kom maar. Dan. Oh. Een beetje naar achteren, ja dat kan ook. Zo? Nou, vooruit maar dan, voor deze keer. Oké. Zo. Nu kunnen we gaan rijden. Nee. Nu pak je een bezem en alles wat je eruit gekrapt hebt, dat veeg je de box in. Bezem? Bezem. Hang de hoefkrabber maar op, ja. Daar staat een bezem. En dan veeg je alles wat je om haar heen, veeg je terug de box in. Volgens mij moet je een lesje van Linda hebben, want dit lijkt natuurlijk nergens op. Kom op, kracht! Ik stop gelijk met hier. Je staat bovenop het touw. Dat touw dat hoort niet op de grond te liggen, schat. Touwtjes horen gewoon aan een box te hangen. Ik wil geen rotzooi op de grond. Je zus krijgt er zelfs straf voor. Oké. Okay. Dan mag je een week niet paard rijden. Oh, nee, dan mag je een week niet op je computer. Nee, die schelden jullie kijken. Zo. Die moet even. Ja, dat komt zo wel. Okay. Je bent toch nog niet klaar. Laat de beest maar heel even staan, want die hebben we zo nog een keer nodig. Dan mag je er deken eraf gaan halen. Deken eraf gaan halen. Ook een veiligheidsdingetje. Altijd eerst de dingen achter losmaken. En dan pas voor. En als je het erop legt, dan is het eerst voor en dan achter. Die. Dus nu, ja, die moet je eerst allemaal los.
Huh? Dus eerst achter. Dat heet singles. Ik heb de single. Dat is één single, nu de andere single. Heel goed, en nu de bilkoorden. Nou, je gaat wel naar de goede. Hallo. Ja, en dan nog één. Nog één? Ja, aan de andere kant zit er ook één. Juist, geef je ruim op één. Heel goed. Geen poepie laten, hè? Ja, er zit al poep genoeg aan die bilkoorden. Ja. Okay. Dan mag je nu de voorkant los gaan maken. Hallo, Verona. Niet doen. Niet doen met die handen. Altijd rustig blijven met je handen. Misschien met twee handen. Heel goed. En nu aan de andere kant gaan staan. En dan kan je in één keer de deken er rustig aftrekken. Voorlangs hoef je niet de hele eind. En nu? Rustig de deken van de rug aftrekken. Oh, nee. En dan mag je de deken even dubbel vouwen. En dan mag je hem even in de box leggen onder de voerbak. In de box? Onder de voerbak, op de grond, op het stro. Onder de voerbak. Juist. En dan mag je nu gaan poetsen. Dat is een poetskist, daar achter je. Die paarse. Daar zitten allemaal borstels in. En dan, doe die maar in mijn tas. Hier. Ja, goed. En dan zitten daar borstels in. Juist, maar die is voor de benen. Dus die doen we niet. Nou, nu nog niet, nee. Oké. Okay. Wij hebben hier de. Heb ik die nodig? Alle borstels die erin zitten kun je gebruiken. Wat een beetje gek voor hem. Hé, die jas wordt opgegeten hier. Ach, nee. Ik denk ik ben fout. Nee. Het komt voel zo. Nou, inderdaad. Ik weet niet of ze er echt schoon van wordt. Is het goed eigenlijk? Nee, maar dat maakt niet uit. Die is trouwens ook voor de benen. Doe die maar niet. Juist, nu komt er tenminste stof vanaf. Zachtjes, zachtjes. Doet zachtjes? Nee, je moet goed. Je moet wel stevig borstelen, maar wel rustig. Je bent onrustig. Juist. Het is een beetje raar, hè, Roon? Ja. Oké. Nou, nu heb je de buik gedaan. Nu de rest van het paard nog. Hier ook? Ja, natuurlijk. Doe ik het niet goed? Vindt ze lekker? Nou, blijkbaar niet. Nee, je doet het niet goed. Laten we het nog een keer proberen, oké? Okay? Kan ik mijn voordeel dan? Alsjeblieft. En morgen poetsen je wel weer goed hoor. Dit is goed. Oh, ik vind het daar niet fijn. Oké. Dan moet je het even laten maken. Merker. Kijk eens. Word je weer lekker schoon, hè? Kom maar naar bij. Leg die maar in je voorbak. Let's go. En ik zou een ander stukje nemen. Volgens mij vindt ze dat je niet zo best poetst. Ik snap het. Oké. Jij hebt het duidelijk gemaakt. Ik ga wel veel verder, oké?
Het is allemaal witte haren, het wordt oud. Ik weet het. Soort 15 in april. Ik vind het maar vermoeiend. Het is toch geen sportpaard rijden, je hoeft alleen maar op je kont te zitten. Als je een paar goed bent, dan poetsen, moet je dan maar rijden. Zie je, paardrijden is geen sport, maar poetsen is een sport. Ah, daar hebben we hem hoor. Mift gebust. Mift gebust. En de buik nog? Heb ook een buik? Ach. Sorry, Roon. Sorry? Sorry? Ga even de andere kant doen, hoor. Ja, 6 meter eromheen. Heel goed. Niet achter een paard langs, ja. Hij luistert wel naar zijn moeder, soms. Oké. Is hij nou schoon? Nee, ze heeft nog benen. Die borstels die je net had voor de benen. Doe maar die blauwe. Ja, doe maar de benen borstelen. Je vindt ook alles goed. Nee, je mag nooit op je knieën gaan liggen bij een paard. Je moet altijd op je voeten blijven staan. Als er iets gebeurt, moet je namelijk weg kunnen stappen. Ja, door je knieën zakken. Kom, kind. Ja, ik weet het. Rick is hypermobiel, dus die heeft wat moeite om door zijn knieën te zakken. Sorry, Rondje. Ze vinden het echt gek. Gek? Ja. Nou, high five. Ook. Het zijn 4 benen. Ja, ja, sorry, je hoeft me niet zo boos aan te kijken hoor, jongen. We zijn bij Peter geweest voor Rick's outfit, hè Rick? Vind je hem mooi? Ja, Rick in zijn paardrij outfit. Tada! Woehoe. Ik vind hem prachtig. Want het is tijd voor de palomade. Zo, dat was been 2. Ja, been 3. Waar gaat het gelijk voor staan? Ik ben hier, hè? Zo, is ook gedaan. Nee, wel goed poetsen. Je bent hier. Dat is wel heel goed wat je dat laat weten. Hoezo? Omdat paarden het fijn vinden als je kenbaar maakt waar je bent. Ja, anders ziet ze me niet, dan schrik ze misschien. Ja, dat is heel goed bedacht. Je mag nu naar maandag gaan komen en naar start. Maandag? Ja? Niet de dinsdagen. Zegt u? Niet de dinsdagen. Manen. Een paard heeft manen. Weet je wat manen zijn? Net als de zonne. Bijna goed. Welk onderdeel van het paard denk je dat er manen zijn? Daar. Bijna goed. Dat is de pony en dat zijn de manen. Heel goed. Dus nou, zoek maar een borstel waarvan je denkt, nou, dat moet wel lukken. Oh, ja. Perfect. Nee, kan ik er? Dat mag niet. Die? Kan je daarmee manen komen, denk je? Die. Kan je daar manen mee komen? Kun je daar manen mee komen? Ja. Je hebt echt een Dora gevoel. Een Dora gevoel. Nou, oké. Okay. Andere kant. Dit is niet haar manenkant. Huh? Kijk, als je naar de manen kijkt, zie je dat ze aan de andere kant hangen. Deze hangen hier wel, maar die horen hier niet. Die horen daar. Dus moet je aan de andere kant even de manen komen. Nee, dit moet eerst gebeuren. Zo. Ja hoor. Zo. Nou, dit is aan de goede kant hangen. Oké. Okay. Naar de andere kant toe. Zie ik jullie zo? Nee. Nou, dan kan je naar manen komen. Maar daar ben je beduidend beter in. Wat een hoog. Dan zoek ik het toch niet bij. Oké. De pony nog. Dat wordt ook wel voorpluk genoemd. Als jij jou stil. Als jij niet wapperen bij een paard. Vroom kan het wel hebben, maar dat mag niet. Als jij je hoofd stil houdt, dan ga ik je kant, ja. Hier kom ik. Waar hebben we nou dit over gehad? Oh, ik ben hier nog op dat die
Aha. Dat lukt je proberen te verstoppen, hè? Kun je hier niet een staart in maken, zo? Dat kan, maar dat doen we niet. Je mag wel een staart nu gaan kammen. Dit was toch een staart? Nee, dit is de voorpluk. Het beest heeft ook een staart. Verona heeft een staart aan haar kont. Ik vond net dat ik een staart mocht maken, maar dat mocht niet. Hij moet nu opeens wel een staart gaan maken. Nee, je moet de staart borstelen. Waar is de staart dan? Aan haar kont. Oh! Ja, sorry hoor. Naast haar blijven staan, niet achter haar gaan staan. Ja, het makkelijkste is om gewoon de staart te pakken. Ja, nee. Ja wel. Pak gewoon die staart, man. Poepa. Val wel mee. En anders was je strak je handen. Gewoon pakken. Je kan het. Nou ja, die borst dan maar vast, die heb je ook nodig. Hebben? Ja, maar je houdt hem in de ene hand vast en met de andere hand. Je steekt wel je arm onder de kont. Ja, maar het zijn niet mijn handen. Jullie moeten weten dat Rick die houdt niet van viezigheid op zijn handen. Zelfs toen hij 1 jaar was en een taart kreeg, waar hij dan zelf zijn handjes in mocht doen, toen zei hij tegen mij, mama, vork. Dus Rick weigert zijn handen vies te maken. Is wel goed. Ja, als er geen glitter meer in zit, is prima. Ja, dan moet je toch je hand gebruiken. Ah, nee, ik ga wel weer. Ja, maar hoor. Goed zo. Zo, ben je nu gaan poepen, hè? Nou, oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Nou. Als jullie me supporten in het poetsen, en dan een duimpje achter omhoog. Als ze zoals we zeggen, als je paard vies is en je hebt gepoetst, ben jij daarna vies en het paard schoon. Morgen komt hier een zadel op en dan ga ik zadelen. Wil je dat zien? Ga je dan niet morgen te kijken, hoe laat? 10 uur 's ochtends. 10 uur 's ochtends. Dus lekker vroeg je bed uitkomen, hè? Ga je niet abonneren, laat vooral een duimpje omhoog. En doei!